Ik ben Wouter Zomer, directeur van Vlotcontrol Eikdijk. We zijn vandaag in Fort Voordorp in Groenekan, waar we het symposium De Dijk aan het Woord hebben gehouden. En vandaag hebben we eigenlijk 10 jaar Vlotcontrol Eikdijk en de resultaten daarvan gepresenteerd gezien. En hebben we ook een blik vooruit geworpen op wat er in de komende periode nog gaat gebeuren. Als je kijkt naar wat we bereikt hebben, er zijn verschrikkelijk veel goede meetsystemen voor dijken ontwikkeld. Ook systemen om de gegevens te interpreteren, te ontsluiten en op te slaan. Die zijn ontwikkeld in pilotprojecten vaak. En het wordt nu tijd dat de pilotfase wordt ontgroeid en naar een reguliere toepassing gegaan wordt. En ik denk dat daar ook de komende jaren de focus op moet liggen. Maak die stap naar reguliere toepassing. Dat zal best spannend zijn voor zowel bedrijfsleven als overheden. En omdat het zo spannend is, denk ik dat je ook die samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden moet behouden. En niet direct terugschieten in traditionele opdrachtgever-opdrachtnemerrollen. We hebben vandaag ook gezien dat juist dat af en toe kan leiden tot het niet doorgaan van innovaties op wel heel kansrijke locaties daarvoor. Ik denk dat als je maar dicht genoeg bij elkaar blijft staan, samen optrekt tussen die partijen, dat je dan tot succesvolle toepassing van de succesvolle innovaties komt.